En in de studio DJ Jean. Jean, dit is nou de derde keer dat je draait op Sensation? Ja, dat is de derde keer van de vijf keer. Komende vijf keer dan? Oh nee, drie keer. Ja, nee, ik ben alle keren bij geweest. Is alles goed met je verder? Verder rest wel, ja. Wat vind je van zo'n enorm concept als Sensation? Sterk. In organisatorisch opzicht. En het feit hoe ze geëvalueerd zijn in de loop der jaren. Het is natuurlijk begonnen als een qua line-up internationaal evenement. Het eerste jaar was Carl Cox erbij en nog wat andere buitenlandse helden. Sven Veet. En Sven Veet, inderdaad. En ze hebben toen nu toch maar mooi met een volledig Nederlandse line-up 50.000 man. Wat het meteen tot het grootste indoor feest ter wereld maakt. Ik kom over de hele wereld in gemiddeld 20 landen per jaar. Maar zoiets wat je hier in Nederland aantreft met Sensation. Indoor, maar ook outdoor. Dus eigenlijk alles bij elkaar opgeteld. Kom je qua omvang nergens in de wereld tegen. Dit is echt een uniek evenement. Wordt het echt nergens geëvenaard? Je zegt net, je komt in meerdere landen, 20 landen. Misschien wordt het nog wel meer. Ja, wie weet. Maar zoals ik al zei... Is het echt zo uniek? Ja, het is uniek. Ook de professionaliteit van de aanpak. Ik bedoel, zoals hier de decoratie voor elkaar is. En de organisatie qua begeleiding van het evenement, zeg maar. Hoe je de mensen, 50.000 mensen, in toom houdt. Ja, dat is volstrekt uniek. Qua professionaliteit. Dat maak je nergens in de wereld mee. Dus daar mag Nederland en ID&T wel trots op zijn, denk ik. Wat is het verschil tussen jouw set vanavond, die je straks nog moet doen, en een set van vorig jaar? Dat kan ik je nu nog niet vertellen. Het is een beetje hetzelfde verhaal als dat ik eigenlijk anderhalve week geleden een minidisc of cd'tje in moest leveren met de eerste track die ik zou gaan draaien. Alleen de eerste track? De eerste track, omdat dat dan ingemixt zou worden in de overgang van de megamix naar mijn set. Ja. Heb ik niet gedaan, denk ik als enige DJ, de eerste track ingeleverd. Want dat wist ik niet. Ik heb nu mijn koffers bij me en ik ga zo meteen om 3:30 als ik moet draaien, ga ik kijken. En meen je dat echt? Je hebt helemaal niks voorbereid? Helemaal niks. Ik pak gewoon een paar plaatjes. En ik maak geen volgorde of een eerste plaat of zo. Ik heb ook opgebeld. Ik zeg, ik kan geen eerste plaat verzinnen. Want ik kan nu toch nog niet zeggen wat mijn eerste plaat is, weet je wel. Ik bedoel, het kan best zijn als ik hier zo de boel aankijk en er zijn twee... Maar eigenlijk moet je zo'n set voorbereiden voor zoveel mensen, toch? Nee, waarom? Maar wat is het verschil tussen 500 mensen en 50.000 man? Als je... Ik bedoel, het is een aantal, maar het gaat toch om de... Nee, ik zie niet in waarom ik dat zo moet voorbereiden. Weet je wat ik te gek aan vind? Michel de Heij, ook een vriend van ons, een goede DJ, die zegt altijd, draai je set onvoorbereid. Oh ja? Maar Danny Tenaken, ja, daarentegen ook... Dat is ook een van de weinige dingen waar ik het net mee eens ben dan. Danny Tenaken, ook een vierde DJ, die zegt van, nou, ik wil mijn set voorbereiden, zeker als ik 10 uur draai. Oh, nee, ik niet. Ik zie geen heil in voorbereiding. Dan wordt het zo'n geprogrammeerd gebeuren, weet je wel. Stel je nou voor dat ik die eerste plaat wel had verzonnen. 2 weken geleden. En ik had hier vanavond gestaan en ik zie die twee jongens voor me draaien. Armin van Buuren en Johan Gielen. En ik denk van... Nee, daar wil ik niet mee openen met die plaat. En daar wil ik niet mee openen. En dus, dan zit ik daar en dan moet ik met die plaat openen. Dat kan toch niet? Ik ga zo meteen kijken hoe ik me voel. En, ja, maar je kan me niet vertellen dat je niet helemaal voorbereid naar... Je gaat wel je plaat uitzoeken die je wil gaan draaien. Je hebt een ruime keuze natuurlijk. Je hebt een basislijn. Ja. Maar toch, kijk, er wordt nu 4 uur lang zwaar getrenst. Als ik zo meteen het idee heb van mensen zijn uitgetrenst, dan begin ik misschien wel met een gezellig clubplaatje om 3:30. Zullen mensen misschien even gechoqueerd zijn. Dat betekent dat je nu gaat luisteren. Dat je nu eigenlijk met een scherp oor gaat luisteren. Ik ben nu al aan het luisteren. Terwijl ik met jou aan het praat ben, weet ik precies wat er aan de hand is. En wat er gebeurt in de zaal. En ik bekijk de mensen. En ik kijk waar ze aan toe zijn. Wanneer komt je nieuwe plaat uit? Kan je er iets vertellen? Nee. Ja, waarom niet? Zal het maar afwachten bij mij. Ik bedoel, je hebt natuurlijk... Ik weet dat je lang bezig bent om te kiezen, maar je kan nog steeds niet kiezen. Heb je nog steeds niet gekozen? Nee, ik ben nu alweer een jaar bezig. En ik heb zelf geen tijd om de studio in te gaan. En de jongens waar ik mee werk zitten ook een beetje op een doodspoor. Die zeggen, ja, we weten ook niet meer wat je wil. Ik ben vrij kritisch. Als er 5, 6 platen gemaakt worden waarvan ik bij de meeste wel bij ben. Dan is het nog zo dat ik vaak op het einde zeg, toch maar niet. En dan loopt het weer een paar maanden vertraging komt natuurlijk. En zo gaat dat. Produceren is voor mij geen prioriteit. Zoals je bijvoorbeeld een Armin van Buuren hebt of een Marco V. Die echt, nou ik wil niet zeggen van 9 tot 5. Maar die toch studiodieren zijn. En daardoor groot zijn geworden. Bij mij is het toch het omgekeerde verhaal. Ik ben echt 100% DJ. En die producties is een grapje wat uit de hand gelopen is. En kom me nu goed van pas om wereldwijd te draaien. Nou, we hopen nog dat dit jaar komt. Misschien na de zomer. Ja, misschien na de zomer. Maar het is voor mij absoluut geen prioriteit. Er wordt me heel vaak gevraagd, waar blijft je nieuwe plaat? Ik ben er helemaal niet mee bezig, want draaien, dat is mijn ding.